Oh, safe by the bell. Heerlijk. Examens. Vrijwel alle eindexamenkandidaten genieten al van de vakantie. Vrijwel alle, want er zijn er nog een paar die vandaag het examen moeten doen. Russisch. En Brabant heeft twee kandidaten en Carlijn heeft er één gevonden. Bij wie ben jij? Ik ben op dit moment bij Masha. En Masha gaat inderdaad Russisch eindexamen doen hier op het Erasmus College in Eindhoven. En dat is toch wel bijzonder, want het zijn er dus maar twee in Brabant die dat doen op deze allerlaatste examendag van het jaar. Ruim 30.000 Brabantse scholieren deden mee de afgelopen twee weken. En dit is dus de allerlaatste dag met bijzondere talen op het programma. Zoals Spaans, Arabisch, Turks en dus ook Russisch. Masha, waarom doe je hier examen in? Nou, mijn voornamelijke doel is natuurlijk om VWO-diploma binnen te halen. En Russisch die helpt mij enorm mee, want ik heb een Russische achtergrond en ik spreek het, ik denk, best wel vloeiend. Dus ja, daarom. Want volgens mij heb jij een Russische moeder, hè? Ja, ik heb een Russische moeder. Ik ben op mijn 12e naar Nederland verhuisd, dus ik spreek nog steeds goed Russisch. En ja... Dat is eigenlijk de reden. Dan is het ook wel heel bijzonder natuurlijk dat het hier kan op school. Want het zijn maar een paar plekken, volgens mij maar twee in Brabant waar het dus kan. En je woont in Eindhoven, dus is het lekker dichtbij. Ja, het klopt wel. Het is voor mij, als ik haast heb, 15 minuten fietsen. En als ik een beetje lui ben, ja, een klein half uurtje. En het is inderdaad dat het maar in Eindhoven het enige school is. Het Erasmus. Waar ze zo'n mogelijkheid bieden om Russisch te doen. Hartstikke fijn, maar dan denk ik gelijk als kijken, dat is hartstikke moeilijk, Russisch. Ja, oké. Ik zeg het valt wel mee. Maar het is wel inderdaad moeilijk omdat het ander alfabet is. Maar qua moeilijkheidsgraad, dus grammatica of spelling, is het niet veel anders dan Frans. Alleen ja, je moet gewoon wennen aan andere letters. En als je daar eenmaal aan bent gewend, dan kun je gewoon goed aan de slag gaan, denk ik, met leren. En nu was Maarten in de studio net al heel stoer aan het doen dat hij goed Russisch kan praten. Maar kun je ons ook wat leren? Iets leuks? Ja, natuurlijk. Ik kan wel zeggen, geniet van de zomer. Ja, leuk. Naslaждайся этим летом. Нам, Маарте, doe maar na. Наслаждайся. Zoiets. Ik kwam in de buurt, toch? Nou, dat is niet goedgekeurd. Oh, sorry. Helaas. Zeker niet, Maarten. Wij gaan hier nog eventjes oefenen met Masha. Juist. Hartstikke goed, Carlijn. Dankjewel. En succes aan Masha voor dat examen Russisch. Nazdarovje, nogmaals. Zoiets.